paar jaar geleden was er een rapport over de rellen in Haren. Dat kan u zich misschien nog wel herinneren. Er was een meisje dat een feest georganiseerd. En dat liep helemaal uit de hand via Facebook. En er kwamen al mensen op af. En een van de dingen waar het over ging in het rapport was het begrip YOLO. Wat betekent dat? You only live once. Nou, once in a lifetime, you only live once. Dat YOLO-gevoel zie je hier ook. Als je niet meer denkt, er komt hier iets na, dan moet je dus heel erg in dit moment zoeken. En ik weet nog wel, toen ik voor de eerste keer uitging, begin 20, en dan zat ik eigenlijk alleen maar een beetje naar die lampen te kijken. Want, dat je zo betoverd wordt dat je van, nou dit is echt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zo, het geluid en alles dwingt samen, enorme boksen en... Wij spreken de hemel op aarde, wordt er even gesimuleerd. En die dreun, wat ook nog een concentratie geeft over waar je in zit. Je ziet ook altijd van die beetje verveelde DJ's die dan roepen van... This is the time of our life! Weet je, denk je, wat ook op een gegeven moment als je dat te vaak hebt gehoord, denk je van... Ja, zeg eens wat anders, jongen. Maar als je dat voor de eerste keer hoort en je hebt die leeftijd en iemand zegt van... Is everybody happy? En dan iedereen, ja! Yeah! En het gaat maar door en dat heeft iets heel... Nou, het moment vieren, het leven vieren op dat moment. Vergankelijkheid zit er minder als je 42 bent, zoals ik, dat je dan naar zo'n feest gaat en dat je al dat soort trucjes kent en dat je denkt, ja, ja, en dan komt er weer schuim en dan is er weer, weet ik van niet allemaal, alle trucs worden uit de kast gemaakt om dat moment maar heel bijzonder te maken. Er komt zo meteen schuim, mevrouw. Ja, er komt nog zo meteen. Dat is het mooie van de jeugd, dat je het allemaal voor de eerste keer viert.